En dat alleen voor mensen met een zeer goede verzekering. Afsluiten doen we met de man die deze week voorgoed ontsnapte uit het wielerpeloton. Uw applaus voor Johan Museeuw. Ja, Johan, je bent nu al vier dagen, bedoel ik, ex-renner. Heb je er nog geen spijt van? Nee. Nee? Nee, ik heb nog nooit van beslissingen spijt gehad. Ik heb al veel beslissingen moeten nemen in mijn carrière. Maar op deze beslissing heb ik ook geen spijt, absoluut niet. Heb je nog gefietst nadien? Ja, elke dag. Hoe lang? Hoeveel uur? Twee uur en een half. Zeg, vanmiddag tijdens de Amstel Gold Race zat je in de wagen naast ploegleider Wilfried Peters. Heb je daar meteen mee de lakens uitgedeeld? Nee, absoluut niet. Eerst en vooral heb ik geen ambitie om eerste sportdirecteur te worden. Om Wilfried Peters zomaar van de stoel te duwen. Of onze Italiaanse sportdirecteur Serge Parciani van de stoel te duwen. Ik wil iets doen in de ploeg, maar ietsje op de achtergrond. Gewoon aanwezig zijn. Sommige dagen een beetje in de wagen, sommige dagen op de racen, met die jonge mannen bezig zijn. Ik heb in die 18 jaar zoveel drukte en stress gehad, verantwoordelijkheid, dat ik nu absoluut toch geen verantwoordelijkheid meer wil. Dus voorlopig niet echt ploegleider? Echt fulltime ploegleider, nee. Zeg, nog even terug naar je afscheid deze week. Hè. Het was overdonderend, heel het land stond eigenlijk een beetje op zijn kop. Hoe heb je dat nu zelf beleefd en wat vond je ervan? Het was prachtig gewoon. Ik had niet verwacht dat de belangstelling zo massaal en zoveel volk ging aanwezig zijn. Het was gewoon een woensdag, het was geen weekend. Maar Schoten dat stond echt vol, massa's volk. En wist je nog weg met al die, ja, die lofbetuigingen, die superlatieven? Ja, maar ik moet zeggen, ik heb mijn emotioneel moment gehad na Parijs-Roubaix. Oké, de lekke band, dat was jammer. Maar het was ook een stuk van, oké, dat is mijn laatste wedstrijd. Dat is het hardste moment geweest. Dat was dan het moeilijkste. Met die lekke banden samen. Ik heb me dan laten gaan. Geween als een klein kind. Ik heb daar geen spijt van. Emoties mogen getoond worden. Mm-hmm. Maar Schoten was ik voorbereid. Daar wist ik echt, dit is mijn afscheid. Het is de laatste keer. Ja, oké. Ja. Morgen een nieuw leven, een nieuwe start. Ja, je werd in de kranten en wat overal in de pers een paar keer de beste naam Merckx genoemd. Hè? Wat denk je nu zelf van je plaats in die... Ja, volgorde van al die toprenners. Merckx is, dat is overdreven. Mm-hmm. Als je de wedstrijd bekijkt dat hij die heeft gewonnen, dat is ongelooflijk. Maar de beste naam, Merckx? Nee. Ik laat dat over aan andere mensen om mij ergens te plaatsen. Ik kan zeggen dat ik de beste renner was van de jaren 90, van misschien mijn generatie. Maar waar ik tussen moet, dat zou ik zelf niet zeggen. Wie is de beste of de sterkste waar je tegen gereden hebt zelf? De beste coureur waarmee je mee in het peloton. Klassiek renner? Ja. Ik heb eigenlijk nooit schrik gehad van concurrentie. Maar voor mij, qua rondes gaf Miguel Indurain een geweldige indruk altijd aan mij. Mm-hmm. En op klassiek gebied, eendaagse wedstrijden, Jalabert. Mm-hmm. Er is deze week ook zeer druk gezocht naar de echte Museeuw. Hè? Ben je blij dat wij hem niet kennen? Ik heb geen spijt van mijn houding, ietsje teruggetrokken naar de pers toe. Als de camera op mij valt, iets stiller. Thuis en bij vrienden ben ik helemaal anders, losser, ontspannen. Maar misschien kom ik nu ook zo. Mm-hmm. Dus ik heb geen stress niet meer nu. Ik zal ook niet meer in mijn naam nu spreken. Het zal in naam zijn van andere renners, andere jongens. En misschien kom ik nu open. Zal dat gordijn van mij... weg zijn. Je ziet er nu zeer ontspannen uit. Je ziet hier nu de echte Museeuw? Ja. Ja? Ja. Die zit niet thuis nu. Nee, ik zit er. Zeg, maar waarom heb je voor het grote publiek jezelf toch altijd zo afgeschermd of verborgen gehouden? Maar verborgen, ergens begint je een houding aan te houden en dat gaat gewoon verder. Ik moet niet vergeten dat ik 18 jaar aan de top sta. Niet 18 jaar, maar toch 15, 16, 17 jaar aan de top sta. Op de duur is het ook heel moeilijk om iemand te gaan interviewen en vernieuwingen brengen in dat interview. Ik probeer. Voilà. Dus ik kan goed begrijpen, als je elk jaar een klassieke renner moet interviewen voor de Ronde van Vlaanderen, voor Parijs-Roubaix, en een nieuwe vraag moet stellen, dat gaat niet. Elk jaar komen diezelfde vragen terug. Je zei tegen Luc Allodag straks dat hij je kwetsbaar voelde, ook die periode hè,
van die 15, 16, 17 jaar. Wat bedoelde jij precies mee? Kwetsbaar, in welke periode? Ja, tijdens je topcarrière, je wielercarrière. Heb je je kwetsbaar gevoeld, inderdaad, door al die journalisten die steeds op je afkwamen? Nee, kwetsbaar niet. Als ik vond dat het te veel was, had het voor mij gedaan, maar... Ik vind het een beetje verkeerd om te zeggen dat mijn verhouding met de pers niet goed was. Nee, ik zeg dat ook niet. Nee. Maar je durfde wel geheimzinnig te doen. Als je de massa's of de artikels of de knipsels op je hoofd zal krijgen, dan gaat dat geen lichte hersenschudding zijn, maar een zware hersentrauma. Dat is echt naar beneden dode grond. Zo zien, de laatste 18 jaar heb ik echt stof gegeven voor de media. Maar je durfde ook wel eens geheimzinnig doen. Was dat... Ja, Jennen noemde jou, hoe zorg je dat? Ik wou gewoon niet alles prijsgeven. Ik was niet de man om te zeggen, kijk, ik ga de Ronde van Vlaanderen nu winnen. Ik was zo niet. Ik ben altijd realist geweest, teruggetrokken, voorzichtig. Ik zei altijd, ik ben in conditie. Ik ga dat proberen te doen. Vorige week ben je nog als aap ten tonele verschenen. Dat was zeer grappig, je moet nog eens kijken, het is een prachtig beeld. Johan Museeuw hangt de aap uit bij het begin van de verkenning, maar daarna is het bittere ernst. Je bent vanmorgen uit de bus gekomen als aap verkleed. Ik dacht dat jij de leeuw was. Ik heb geen aap gezien. Ik heb ook geen leeuw gezien. Je bent soms echt een absurde grapjas, hè? Ben je het daarmee eens? Ik heb geen aap gezien, ik heb geen leeuw gezien. Oh, ik heb ook geen aap gezien. Ben je dat masker zelf gaan kopen? Nee, toen ik vertrok die morgen richting Roubaix, lag ik dat masker thuis liggen van mijn kleinste zoontje. Ik heb dat masker meegenomen, spontaan. Ik heb dat spontaan opgezet en zo naar buiten gaan uit de bus en even mee rondgetoerd. Maar dat is ook de Johan Museeuw. Die zit vol verrassingen, vol grappen. Ja, je vrouw en je kinderen die zullen ongetwijfeld ook tevreden zijn, blij zijn dat je thuis bent. Ga je nu stofzuigen, afwassen doen en zo, dat soort dingen? De trainingen vallen weg, de uurtrainingen. Maar na zo'n leven, 18 jaar, veel weg, veel buitenland, kan ik niet gewoon maar zo zelfs stil gaan zitten. Ik kan dat niet. Ik ben iemand met ambities. Ik wil iets realiseren, iets doen, iets meewerken, aan iets meewerken. Ik zal niet zoveel meer thuis zijn dan ervoor. Je blijft gewoon in het wielrennen, maar niet als wielrenner. Ja, voilà. Je hebt geen schrik van het fameuze zwarte gat? Nee? Nee, ik zie graag een gat, maar het zwarte gat... ik heb daar geen schrik van. Nee. Ik heb me voorbereid. Ik heb me altijd fantastisch voorbereid naar de klassiekers. Ik heb me ook voorbereid op mijn afscheid. En ik ben daar klaar voor. Ik heb dat vandaag gevoeld. Ik ben daar klaar voor. Geen zwart gat, maar dat blote gat van jou in onze beginzin, Rick. Mogen we dat behouden? Absoluut. Absoluut, ja. Heb je daar veel reactie op gekregen? Eigenlijk niet, nee. Nee? Misschien komt dat nu, maar ik heb daar nog geen reactie op gekregen. Maar als je gewoon een gat mag gezien zijn... Hè. Ja, dat is waar. Dus. Het is het gat van een topatleet, hè? Ja, maar dat gat gaat nu lichtjes aan dikker komen en iets voller. Ja, Wilfried Peters is 10 kilo bijgekomen, hè? Waar wil jij het op houden? Ik heb een weddingschap aangegaan dat ik maximaal 5 kilo mag bijkomen. Dat moet lukken, hè? Maar dan moet je wel bezig blijven een beetje. Hè? Daar moet ik ook verder een klein beetje actief blijven. Vind je het goed dat we samen nog eens kijken naar een aantal van je mooie overwinningen op muziek gezet? En het is gemonteerd op een van je lievelingsliedjes. Kijk en luister.
Ja. Een prachtige beelden. En, Forever Young. Ja, helaas. Forever Young, dat willen wij allemaal wel zeker. Ja, wat dat. Ik heb daarvoor gevocht, maar dat blijft helaas niet duren. Mm. Aan alles komt een einde. Ook iets dat je koestert, dat je graag doet. Soms moet je daar afstand van nemen, afscheid nemen. En afscheid nemen van iets blijft altijd moeilijk. Wat het pijn. Ook is. Zeg, je hebt deze week heel wat cadeaus gekregen, heel wat geschenken. Kan er nog eentje bij, Johan? Ik weet niet of er nog plaats thuis is, maar kan er nog eentje bij? Ja, als het wijn is, dan is er nog plaats in mijn wijnkelder. Dat heb je al genoeg gekregen. Flessen van 3 liter en zo. Maar weet je wat het perfecte cadeau is voor iemand die met rust gaat? Weet je dat? Wat krijgt een man die op pensioen gaat? Het is niet op pensioen, op met rust zal ik zeggen. Wat krijgt hij zo dan? Met rust is een groot woord, maar ik zou het niet weten. Nee? Nee. Laat maar komen. Hier is de sportweekendfiets. We dachten, de man fietst graag. Laat we even gaan kijken. Kom maar mee. Nou Johan, wat vind je ervan? Zo. Is het eigenlijk een goeie? Kijk eens goed, want jij kent er iets van. Er staat hier een licht op voor als je toch in dat zwarte gat zou terechtkomen. Helaas. Nee. Ik ben nu renner af, maar... Het is Shimano, hè? Contractueel loop ik nog enkele weken of maanden door. Mm. En tot die periode mag ik helaas met geen andere... Ja, je gaat hem toch meenemen? Ja, ja. Maar... Voor mijn vader. Maar... Die heeft geen contract. Die is 62. Die heeft geen contract, maar dit is echt zo... Ja. Een fiets om naar de winkel met de fietsen zo. Ah. Hier de boodschappen in. Die frieten die je kan kopen. Naar de bakker, want de laatste 18 jaar ben ik eenmaal in de jaar telkens dat het moedertjesdag was naar de bakker geweest. Dat is 18 keer. Ja, 18 keer niet naar of, ja, 18 ja. keer op 18 en voor jaar. De rest was het altijd mijn vrouw en ik. En wat kocht u dan? Pistoleetjes? Ik had elke morgen 5 pistolets. Mm-hmm. 2 croissants. Mm-hmm. Zeg, nog één vraag van de vrouwelijke kant van onze redactie, want er is ook een vrouwelijke kant, een mannelijke kant en een vrouwelijke kant. Ga je je benen blijven epileren, vroeg die. Dus, ja, hè, je ja, weet wel, een heel waksen. Ja. Ik ben ijdel zoals iedereen. Mm-hmm. Ik ga ook proberen mijn lichaam proberen een beetje te onderhouden. En ook mijn benen. Dus blijven epileren. Hoe doe jij het? Wat, epileren? Het is scheren. Het scheren? Epileren vind ik te pijnlijk. Dat is zo gewoon met het scheermesje? Met het scheermesje. Ja, ja, zo doe ik het ook. 2 minuutjes is gedaan. Oké. Okay. Johan, je bent een fantastische trainer geweest. Bedankt voor je komst naar de studio. Geef hem nog eens een applaus. Ja, eigenlijk was de bedoeling dat je zou buiten fietsen. Ja, ga maar. Johan gaat buiten fietsen. Dus ondertussen... Dit was Sportweekend. Fijn dat u gekeken heeft. Volgende week zit Johan Museeuw opnieuw op onze sofa. Dan komt hij vertellen over zijn onverwachte comeback. Zeker kijken. Zelfde uur, zelfde zender. Tot ziens. Daar.